is één man licht vooruit. Jos verraast om. Kijk nog eens naar links, kijk nog eens naar rechts. Want Drentse kampioen Alwin Heiting doet alles om er nog in de buurt te blijven. Maar het is het verdict van Harderberg. Jos verraast om. Naar een prachtige dijk. 15 minuten, 48 seconden. En Alwin Heiting is de volgende man in de wedstrijd. Hier hebben we dan de volgende atleten. Hier komt Bastiaan Zandbergen. En daarachter nog met een verwoede sprint. Han-Jan Mattes. Allemaal op de grens van die 16 minuten. Hij werd derde bij het Nederlands kampioenschap in Breda. Het is een mooie, talentvolle atleet. Deze Robin Klamer doet het ook vandaag prachtig. Hij was ook nog goed bij het NK Cross. Dan gaan we natuurlijk ook straks naar de snelste dame. En dat zou Tess Boekema moeten zijn. Die zou ook hier naar een toptijd kunnen. Tess Boekema op die 5 kilometer. Hier komt de sprint natuurlijk van Nick Marsman. 16 minuten 30 seconden. Dat zijn mooie tijden, mannen. Dat zijn prachtige tijden. Hier komt nog de volgende atleet ook in die buurt voor die toptijd hier. We hebben Marsman gehad. Gaan we naar Robert Gerritsen ook. En Jan Balkenecht. Ook al zo'n talentvolle atleet van de Hogeveense atletiekclub. Die ook een prachtige resultaat hier boekt. En de volgende man doet dat natuurlijk ook Maarten van Dijk. Je kijkt nog eens naar de klok. Verdorie zegt onder de 17 minuten. Niet te oversteken. Levensgevaarlijk met al die snelle atleten hier aan de finishlijn. Snelste mannen hebben we gehad. Maar daarachter wordt er nog altijd hard gelopen. Want we zitten nu nog in die 17 minuten, mannen. 17 minuten wedstrijd. Dat wordt een hele mooie tijd hier. 17 minuten voor de volgende man. In deze Michiel Veldman natuurlijk. En ook erbij Dave Hulsebos. Benny Tunker wordt de snelste master. Hij doet het goed, want hij gaat dan voor Marcel Klamer komen. Die kijkt ook naar die klok en denkt, nou, niet slecht in Harderberg. 17 minuten op de klokken. 17 minuten. En Martin Kroon gaat ook naar die 17 minuten. Dat is de volgende man in de uitslag straks. Dat gaat ook Michiel Hussel doen. En met Krukken kijkt ook naar die klok. 17 minuten, mannen. 17 minuten, 49 seconden. Dat zijn allemaal prachtige tijden hier. Een heel peloton, zeg. En dat is fantastisch. Allemaal in die 17 minuten gaan we naar de snelste dame in de wedstrijd. Zij doet het toch mooi. Deze Tess Boekema, stiliste op de weg. Uitstekend in dit soort afstanden, 5 kilometer. Kom maar Tess, want de klok is jou goed gezet. 18 minuten hebben op de klok staan. 18 minuten voor de winnares van de Mijn Visio Klepperstadloop. 5 kilometer komt door het Schoolse. Tess Boekema is de winnares. En Eline Glas doet het ook mooi. Want die gaat kort komen. Eline Glas wordt de nummer 2 vandaag in 18 minuten. Ook voor haar een prachtige tijd hier. Eline Glas is dan de nummer 2 hier in deze wedstrijd voor dames 5 kilometer. Hebben we dus in die damescategorie nog één atleet en we hebben nog één medaille weg te geven voor het erepodium straks. En deze dames nog een rondje hier naar de finishklok, Marieke ten Brekke. En Marieke ten Brekke, Guusje Peter zijn de twee atleten hier heel dicht bij elkaar. Wie gaat die sprint winnen? Wie gaat die sprint winnen? Het is de dame uit Zwolle met startnummer 443, Josje Peters. Ze nummer 3 dan. En daarachter is Marieke ten Brekke, die komt Gert Berens aan. En Martin Bolt kijkt ook naar die klok. Ja, ja, 19 minuten meneer Bolt. Het is niet Usain, maar het is wel Martin Bolt. Hij doet het mooi. Hij gaat naar 19 minuten en 19 seconden. Dat is nog altijd mooi. Onder die 20 minuten blijven is natuurlijk nu nog even de boodschap voor deze atleet hier. Die kan nog onder die 20 minuten komen. 19 minuten, 30 seconden voor de volgende Boekema. De vader van Tess, Theo Boekema. Dan gaan we naar de volgende atleet. Ook voor hem nog een tijd onder die 20 minuten. 20 minuten wedstrijd. Voor jullie betekent dat een prachtige tijd hier op die 5 kilometer. Met nog 5 seconden. Gert van der Belt is de volgende man uit Hardenberg. Drukt hij zijn lange, mooie lijf nog voor die 20 minuten net aan. 20 minuten 2 seconden in een 5 kilometer. De Mijn Visio 5 kilometer met startnummer 570. De volgende master van klasse hier in deze wedstrijd. Met de Heinz Stroeven natuurlijk uit Emmerichheim. In de mannen 6e categorie is hij van buitengewone klasse. Want hij is ook al binnen. Terwijl we die klok nog op 20 minuten hebben staan. 20 minuten, 27 seconden.
voor de volgende atleten in deze wedstrijd. Achter elkaar komen ze binnen. Wiedeke Post, Ilona Stille, Ilona Boks en Wim Martel is de volgende spurter hier. 20 minuten, 43 seconden in een 5 kilometer. Een mooie 5 kilometer. En ook Adrien Winter terug aan de finishlijn voor deze 5 kilometer. 20 minuten en 59 seconden. Allemaal mooie tijden hoor. Met een prachtige lijst natuurlijk vooraan. U zag het, het was een prachtige strijd om de ere plaatsen. Met een prima winnaar, Jos Verdaalsdonk gaat hier de wedstrijd winnen. In 15 minuten en 48 seconden. Kort daarachter Alwin Heiting, 15:54. En Bastian Zandbergen wordt dan de nummer 3. Bij de dames wordt de winst. Gaat naar Tess Boekema, 18:25 voor Eline Glas. En Annemieke de Lange is dan de nummer 3. Met 19:02. Die hebben we nog net daarvoor zien binnenkomen. Had ik even gemist, maar wel de nummer 3 hier. Annemieke de Lange. 21 minuten, 42 seconden lopen we voor deze 5 kilometer. En de volgende Klamer terug aan de finishlijn. Ze lopen met veel hier. Karin Klamer. We hadden Robin als snelste. De zoon van Marcel en Karin. Rachel Klamer, die kent u natuurlijk allemaal. De Olympische triatlete gaat naar Rio. Voor een mooie wedstrijd daar in de Olympische triathlon. Jesper Sloot terug aan de finishlijn. Rory Lennox natuurlijk ook. En ook Jan Sages is de volgende atleet die we naar de finishlijn zien stellen. Van deze 5 kilometer. Ik loop even naar voren. We hebben 22 minuten op de klokken staan. 22 minuten. Dus nog even aanzetten zou ik willen zeggen. Voor een mooie tijd voor jou straks hier in de uitslag van deze 5 kilometer. Want 22 minuten is een stoere tijd hoor, op 5000 meter. Je ziet ze naar die klok kijken en denkt, verdorie zeg, dan ga ik nog even sprinten. Bart Kroon die gooit alles in de strijd. Links en rechts gaan armen. 23 minuten en 3 seconden. Mooi, mooi. Tot aan het einde doen, nog even vol gas geven. En daarna kun je lekker aanbellen hier voor deze 5 kilometer. 23 minuten 13 seconden van deze Fit by Dis atleten. Ja, het zijn prima omstandigheden, dat blijkt, want de tijden zijn mooi. Mooie eindtijden hier op deze 5 kilometer. En het zie je ook, het zijn getrainde atleten die we hier naar de finishlijn zien komen. Nog altijd Marlies van Dijk, zag ook schitterend finishen. En dat geldt ook voor deze mooie groep. Met Herman Schreur natuurlijk, dat leed van Stunt. En Renate Nijsink en Rick Bouwman doen dat ook. 23 minuten op de klok hier. 23 minuten, de 5 kilometer. Bij deze Klepperstad loopt de zomerklassieker in Hardenberg. De 20ste keer mijn visio Klepperstad loopt. En we hebben een mooie wedstrijd vandaag. Bij deze 5 kilometer met een prachtige deelname, 155 deelnemers, dat is prima. En dat is een compliment natuurlijk ook voor de organisatie dat er zoveel lopers zijn. Dus denk ik, we gaan op deze woensdagavond mooi naar Hardenberg. 24 minuten op de klok hier, de finishklok. Dat betekent van zomer nog één keer vol uithalen, nog één keer sprinten, nog één keer de knieën hoog, nog één keer de armen goed inzetten. En het moet mooi blijven lopen, hè? Want je bent een echte hardloper, hardloopster. 24 minuten, 42 seconden in een 5 kilometer. Met Leonie Veldman van de Zandstubenloopgroep, José Kappert, Bas Leemhuis, Alissa Venema en Monique Veldman. Drukken allemaal een schoen daar op de mat. En dan wordt de digitale tijd weergegeven vanaf de chip die ze allemaal dragen. Dat betekent de eindtijd hier in de uitslag. Meer mannen op weg naar finishlijn. Dirk Timmermans, mooi, van 5 kilometer. De man met Hardenberg uit Heemse met 25 minuten, 23 seconden. Jan Timmermans moet ik zeggen, ik had het wel Dirk, dat is zijn broer.
Jan Timmermans. Aardig vindt hij lijn. Albert Fransen doet dat ook. De tijd is er mooi, dames. We hebben 25 minuten klaarstaan. 25 minuten voor deze 5 kilometer. Dat is nog altijd een mooie moyenne natuurlijk. 5 minuten de kilometer. In deze Klepperstadloop. 5000 meter, de 20e editie daarvan. De volgende zandstuurloop verder met stad nummer 560. De binnenkomst daar van Diana Hendricks en ook Henk Sleur, Jan-Marc Kok, Melissa Bosma, Dirk Hendricks. Allemaal prima hoor. Want we hebben nog altijd keurige tijden hier voor jullie in de uitslag staan. 26 minuten op de klok hier. En Mans Velsing natuurlijk ook naar de finishlijn. De man die een gemiddelde loop van 4 wedstrijden in de week, denk ik wel eens, heeft een mooie eindtijd hier ook weer op zo'n 5 kilometer. We hebben ongeveer nog 20 atleten op weg naar de finishlijn. Gaan we naar de volgende topper hoor, met stad nummer 563. Mooi gedaan hier aan de finishlijn, Julian Jonker uit Bergentuin. Zo jong als hij is, loopt hij nog een hele prima tijd hier. 27 minuten hier met de volgende atleet, Alinda de Bruin, Julian en Aaron Anderlot, doet het ook keurig. Prachtig gedaan hier in deze wedstrijd over 5 kilometer. Is nog geen 15 jaar, al dus al een 5 kilometer. Op weg naar de tijd hier, 27 minuten in deze 5 kilometer. 27 minuten op de wedstrijdklok van deze 5 kilometer natuurlijk. Een mooie tijd ligt er op de finishlijn. Zomers Hardenberg, mooie weersomstandigheden zuid Jan voor een lange wegwedstrijd. Straks de 10 kilometer, 28 minuten. En je loopt op de finish natuurlijk. Mooi, op weg naar de laatste meters. 28 minuten. Ellie Gerrits doet het keurig. 5 kilometer ook afgerond in 28 minuten en 31 seconden. Zo straks rond de klok van 7:15. Dus dat leidt er niet van uitlopen, maar hier mooi in de buurt blijven. Voor straks de ceremonie, protocolair, prijsuitreiking, 5 kilometer. Je loopt met de zon in je gezicht naar de finishlijn. 29 minuten, we gaan nog finishen binnen een half uur met deze atleten hier. En hier aan de Oomwinkel, Geralda Hulsebos. Judith Weilek, al binnen die 30 minuten gebleven. En ook Sara Burkhardt doet dat. En Belinda Otten. Allemaal nog op weg naar de tijd onder de 30 minuten. Straks dus voor die prijsuitreiking Jos Verdaasdonk, Alwin Heiting, Bastian Zandbergen, Mannen, Masters, Benny Toenker, Bert Cassis, Michiel Hussen,
Mannen 50, Marcel Klamer, Berto Krukert, Fred Sluis. Dames, Tess Boekema, Eline Glas, Annemieke De Lange. Dames 35, Anne Marsman, Hannie Geilers en Karin Klamer zijn atleten die in aanmerking komen voor de prijzen. 30 minuten, 43 seconden. We zetten meer over lekker onder voor de finale van de laatste op deze 5000 meter. Vastenburg helaas zijn achtste plaats op de 10.000 meter. De 10.000 meter finale dus geen herenmetaal voor Jip Vastenburg uit Apeldoorn. Ja. 32 minuten voor de 5 kilometer hier. De laatste mooie meters loop je naar de klok toe, naar de finishlijn, die blauwe matten. Daar wordt jouw finishtijd straks geregistreerd. Ook voor deze man met startnummer 5 onder de 4, Reint Winter uit Bergentheim, waar natuurlijk de man een blauwe man was. 10 kilometer naar gewonnen door Koppelman. Op weg naar de finishlijn. En naar deze atleet hier al. Dan hebben we nog 3. Te goed! En een kwart over acht is er blijft een prijsuitreiking 5 kilometer. Dan moet u hier wel zijn, dus niet gaan uitlopen, mooi in de buurt blijven. Dan kunnen we over 10 minuten ongeveer de prijsuitreiking doen van de 5 kilometer. Op weg naar de finishlijn. En
zoals ik eerder zei, om 10 minuten prijsuitreiking met Jos Verdaasdonk, Alvin Heiting, Bastiaan Zandbergen, Benny Tunker, Bert Cassis, Michiel Huzen, Marcel Klaver, Berto Krukken, Fred Sluis, Tess Boekema, Eline Glas en Mieke de Lange, Anne Marsman, Hannie Geilers en Kari Klamer zijn allemaal gevraagd hier voor de prijsuitreiking over 10 minuten. Even de chip inleveren. Dat is belangrijk natuurlijk dat hij allemaal weer terugkomt. En Johan Boom is gevraagd voor de prijsuitreiking. Marianne de Bruin, Johan wint de 5 kilometer. Goed gedaan hoor, 38 minuten. En dan gaan we naar de laatste atleten hier voor deze wedstrijd over 5 kilometer. Goed hoor, 5000 meter. Hardlopen, 5 kilometer, zoals we dat in de weg hadden, dat ik zeggen. 38 minuten voor deze dame. Goed gedaan, ze komt er dadelijk. Geri Porterman loopt helemaal 5000 meter hard. Goed gedaan, Geri. 38 minuten. We hebben het podium klaarstaan voor de prijsuitreiking.